Ik ben Sander, ik ben 22 jaar. En ik zit nu voor mijn derde jaar bij de gasten. Ik ben Daphne. Ik ben 25. En ik zit nu 2 jaar bij de gasten. Ik ben Mingus Kramer, ik ben 21 jaar. Ik ben geboren in Amsterdam. De gasten is een jongere theatergezelschap tussen de 12 en de 25. Wat tof is aan de gasten is dat elke kwaliteit die jij hebt, die wordt hier benut. Mingus bijvoorbeeld, die heeft een heel goed oog voor regie. Ik totaal niet, ik ben heel fysiek. We staan hier bij Cordaan. En dat, we gaan hier repeteren voor Breken. De voorstelling die over het eigen spelen. En we staan hier in Cordaan omdat we deze voorstelling in samenwerking doen met cliënten van Cordaan. En dat zijn twee jongens die hebben maar het syndroom van Down. En het meisje is heel erg autist, heeft autisme. Dit jaar is het thema is vooral intimiteit. En de zoektocht naar intimiteit. En ook een beetje de relatie tussen intimiteit en ongemakkelijkheid. Want vaak komt bij intiem zijn ook wel ongemak. We zijn een beetje aan het onderzoeken naar hoe dat met elkaar werkt en hoe je dat kan overbrengen op de kijker, zeg maar. Mensen hier bij Cordaan hebben, die kennen dat niet, dat aangepast gedrag. En die vinden het heel normaal om te knuffelen. En als we dus die intimiteit willen gaan onderzoeken, dan waar kan je het beter dan waar het gewoon normaal is en waar niemand hier het gek vindt om gewoon een knuffel te nemen zonder daar een bepaalde seksuele gedachten bij te hebben. Voor mij persoonlijk vind ik een zwembad ook wel tof, omdat een zwembad en zwemkleding heeft toch ook wel iets te maken met ongemakkelijkheid. Kom zeker kijken naar onze voorstelling, want ik vind het zelf wel tof om te doen. Ik denk dat het ook een ander soort theater of toneelstuk is dan wat je normaal mee zou maken. En ook omdat wij als jongeren ook gewoon willen laten zien dat wij net zozeer goed theater kunnen maken als dat ouderen of echt theatermakers kunnen doen. En daarom vind ik het heel tof om hier aan mee te doen. En dat wil ik ook heel graag aan iedereen laten zien.